welkom in deze nieuwe video van Polestar. Vandaag ga ik mijn haar kleuren, dus dit kleurtje gaat eruit. En het is natuurlijk heel spannend, want we gaan er een beetje een challenge mee doen. Wat doe je ermee? We gaan op TikTok. Gaan we dus, als het wit is, gaan we dan zeggen welke kleur gaat het worden. En dan mogen mensen raden. En dan pas morgen weten ze dan welke kleur het gaat zijn. En dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Ik heb het hier al gemaakt, dit is bruin, zodat het niet blauw gaat worden. De kleur, maar dat is voor het wit te maken. Dus dat gaan we nu in onze haren doen. Dus ben niet benieuwd. Als ik jullie ergens voor kan plaatsen, dat zou ideaal zijn. Om jullie goed te kunnen plaatsen, kan ik even losmaken. En nu ga ik eens een beetje draaien. Kijk. Dus ik zit hier in de spiegel. Zo. Ik wil nog een stukje filmen. Ik denk dat ik wel in beeld kom. Ik schenk mijn telefoon. Wacht, als het klaar is, zal ik het filmen, want het is... Dus ik heb nu helemaal mijn hoofd gedaan, zoals je kunt zien. Helemaal ingesmeerd en nu ben ik benieuwd welke kleur het gaat worden. De kleur die het gaat worden, die staat hier nog natuurlijk. Dus het is iets spannend en ben ik wel benieuwd. Dus ondertussen ziet het haar er zo uit. Wel grappig natuurlijk, want nu zie je echt zo precies zo roze en blauw. Maar dat is voor dus te ontkleuren, dus ik ben echt wel eens benieuwd hoe het gaat zijn. Zo ziet het er momenteel uit, dus ik ga even draaien. Dus zo ziet het er momenteel uit. En het ziet er redelijk goed uit. Dus ja, het jeugt natuurlijk altijd een beetje als je dat hebt gedaan. Maar het ziet er toch blond uit, dus... Helemaal klaar om er de nieuwe kleur in te doen. Natuurlijk weten jullie al welke kleur het is. Op TikTok weten ze het natuurlijk momenteel niet. Dat ik juist een film heb gepakt. En dus eigenlijk deze gaat gewoon geel. Dus we gaan eens benieuwd wat het gaat zijn. Het ziet er eigenlijk een beetje zo uit. Wacht hè. Zo. Dus ben ik benieuwd hoe dat er gaat uitzien. Dus nu zit het erop, de kleur. Ik weet het goed te zien of de kleur erop zit. En nu is het wachten op de kleur. Ben ik benieuwd hoe lang de kleur er gaat opzitten. Ik wou het wel eens doen met geel. Ik weet niet of het echt opvalt, maar het is nu zo helemaal geel. En helemaal klaar om gespoeld te worden.